Dat is ons huisje daar. Zo te zien. Ik zie nog geen Sanne. Ik zie nog geen Lux. Wel dat er een wit kledingstuk op de grond is gevallen. Van de waslijn. Nou, ik sta hier op het viewpoint. Even uitzoomen. Lekker hoog hier. Beetje veel licht voor de camera misschien. Maar het is hier zelfs zo gevaarlijk dat je niet door mag. Kijk, ik zal even laten zien. Ik zie een bordje. De echte top mag je eigenlijk niet beklimmen. En dat is hier. Een puntige rots. Die vinden ze te gevaarlijk. Terwijl het denk ik nog wel zou kunnen, maar ik ga het risico niet nemen. Even kijken. Even een beetje een overview geven van deze plek. Zo mooi hier. Ze hebben hier een houten pier neergezet. Maar Thailand kennende weet je dus nooit of dat wel stevig genoeg is. Enfin, ik heb er al op de hoek gestaan, net voor wat foto's, naartoe gekropen daar. Maar ja, het is al best oud hout. Dus dan zit je wel een beetje te slikken, zeg maar. Want het is hoog hier, hè? 280 meter, hele steile rotsen. En ik zal je even laten zien hoe je hier eraf en erop moet. Dat is dus inderdaad best wel steil. Het zit hier, hier zo. Dit stukje, dat is vooral het allerlaatste stukje. Hier dus gewoon een beetje over rotsen klimmen. En de rest van het paadje is, dat moet ik eerlijk zeggen, heel goed te doen. Goede teva's aan. En geen probleem. Ze hebben mooie touwen gespannen, twee touwen steeds bij het paadje. Maar dit is eigenlijk het gevaarlijkste deel. En omdat die rotsen heel puntig zijn, allemaal, is het dus de bedoeling dat je niet valt daarop. Want dat kan dus behoorlijk gevaarlijk zijn. Hè? Steekt het in je. En, maar verder. Ja, juist met die punten heb je in ieder geval heel veel houvast. Dus voor een bergbeklimmer is dit piece of cake, zeg maar. Hè? Ik zal nog eventjes naar het risico nemen om stevige punten naar het uiteinde te lopen. Ik zie dat het wel een paar keer is verstevigd, dus dat is op zich een goed teken. Hebben ze waarschijnlijk al een keertje iets aan gedaan om het steviger te maken. Maar ik zal nog even hier, dan kun je dat hele National Park zien, een beetje. Van Muatallap Island. Ja, dit is de Muko Adang eilandengroep, als ik het goed begrijp. En als ik het helemaal goed begrijp, dan is Koh Samui ergens aan die kant. Dat kunnen we nu niet zien. Of is het daar? Dat weet ik even niet. Er zit daar iets, maar het is een beetje heiig. Hier zo. Ja, ik dacht dat het ten zuiden was van. Oh, het gaat. Hoi, oeps. Mijn lensje pakte het even niet meer. En daar zit dus een eiland. Even die exposure terugdraaien. Dan zie je misschien wat. Maar ik weet niet wat het is. Maar fijn. Dit vindt de camera allemaal niks. Die begrijpt hier niet zoveel van. Dan te veel licht. En daar is de zon nu. Dat is dus een ochtendzon.
En het is hoog. Maar hier is het hele National Park. Dus dat wil ik eventjes op de film zetten. Dat zit hier beneden. De huisjes. Zie je ons huisje weer naar achter de boom. Even inzoomen. Even kijken of we misschien toevallig Sanne of Lux buiten zien. Nee. Oh, hij staat nog een beetje unexposed. Nee, hè? Allemaal niet. Oké, ik ga weer mijn tocht naar beneden ondernemen. Ik heb hier al wat aardige foto's genomen, maar... het begint een beetje te waaien, dus ik ga maar weg bij, weg bij het uiteinde. Want als dat instort hier, dan ben je niet blij. Kijk, hier is het daar ook weer heel steil. Dat is aan de... Het is eigenlijk steiler. Volgens mij is hier gewoon... misschien zelfs wel... gewoon 190 graden hier. Het is gewoon zo'n rotswand. Ja, dat is inderdaad niks voor... met een babytje op je rug of zo. Technisch gezien kan het wel, maar... het is te veel risico. Zou het niet doen. Wel mooi, hè, die view hier. Dat moet gezegd worden. Ik kan nog even één foto nemen en dan ga ik naar beneden. Ajus.